Johan Cruijff is overleden op 68-jarige leeftijd. Ja, heel erg. Ja, ik was in shock. Ik ben voetbalfanaat. Ja, we zijn wel geschrokken natuurlijk. Het is wel een van de legenden in Nederland en ook in de wereld. Ja, ik vind dat natuurlijk wel een groot gemis, omdat hij wel Nederlands bekendste voetballer ooit is. Ik denk dat hij toch wel echt, zeg maar, ja, Nederland ook op de kaart heeft gezet. En ook als voetballand. Ja, als zo'n grote voetballer is natuurlijk jammer dat zo eigenlijk een legende doodgaat. Ja. Tuurlijk, ik vind het jammer. Dat is een goede voetballer geweest. Wat ging er meteen door je heen? Ik heb wel een traantje gelaten, moet ik zeggen. Raakt het je ook echt? Ja. Ja. Ik was echt even zo van, dat meen je niet. Ik dacht dat het goed met hem ging. Ja, als fan doet dat toch al wat. Hij zei natuurlijk dat hij 2-0 voor stond tegen kanker. En dan is hij vandaag spontaan overleden. Als ik zeg Johan Cruijff, wat zeg jij? Ajax. Barcelona, Ajax. Johan Cruijff, nummer 14. Topsporter. Dat is gewoon een legende, toch? Ja, misschien ook wel een kleine rol in waarom ik ging voetballen. Aan het voetbal van hem, wat hij vroeger allemaal liet zien. Echt Ajax naar zijn gloriedagen getild. Ik heb hem natuurlijk nooit zelf echt zien voetballen. Dat is voor mijn tijd. Ja, de uitspraken die waren natuurlijk erg mooi. Ja, de eerste die me opkomt is elk voordeel heeft zijn nadeel. De bal is rond, dus alles kan of zo. Om te scoren moet je schieten. Verder gecondoleerd en ook sterkte bij zijn familie. Voor zijn familie en de nabestaanden. Gecondoleerd, sterkte.